De maïs kan beter, maar gezien de omstandigheden dit groeiseizoen is melkveehouder Henry Hegeman uit Markelo niet ontevreden. Hegeman is deelnemer aan het maïsmeetnet van Nieuwe Oogst. Vrijdag werd zijn maïs gehakseld. Ja, heel bewogen maïs. Ja. Eigenlijk veel te veel regen gehad. Heeft de maïs ook zo hier en daar wat aan geleden. Maar gelukkig hadden we de maïs niet op onze laagste grond staan. Dus daar hadden we gewoon geluk mee dit jaar. Ondanks de lastige en natte omstandigheden dit seizoen is Hegeman dan ook niet ontevreden. En ik denk dat het droogstofpercentage van de maïs in totaal ongeveer 35% droogstof is. Dat past denk ik heel mooi bij de rest van ons, bij onze kuilen. En dus ja. Ik denk dat het een mooi moment is nou. Omdat de verschillen tussen de percelen groot zijn, kuilt Hegeman op een bepaalde manier in. We hebben onze maïs, 16 mei hebben we die gezaaid. En wat andere percelen zijn wat later gezaaid. En we hebben nu nog een paar percelen bijgekocht. Maar die waren al vrij droog, die zijn onder in de silo gekomen. En dan komt onze bovenop en de groente maïs die doen we er bovenop, zeg maar dat de vocht daar doorheen kan gaan. Dus dan denk ik dat we gemiddeld mooi uitkomen.